Het vrijmaken van middelen op de begroting om overheidsgebouwen te renoveren heeft vruchten afgeworpen, stelde minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken vandaag bij de start van een reeks werkbezoeken. Het eerste bezoek was bij het voormalig gebouw van Financiën en Planning op het Onafhankelijkheidsplein. De bewindsman zegt dat het beleid met betrekking tot overheidsgebouwen nu weer goed verloopt. Dus we hebben sinds het aantreden middelen vrijgemaakt om voor verschillende ministeries, niet alleen OWI, vooral Binnenlandse Zaken, Justval, die hebben veel gebouwen op de lijst. We hebben ongeveer 45 gebouwen die we met de begroting zullen rehabiliteren. Komend jaar tot 2025 zeker. En daarvan zijn ongeveer 10 of 8 tot 10 monumentale panden. Dus die hebben bijzondere aandacht. Staatsraadgebouw is er één van. Oh ja, Staatsraadgebouw is er één van. Dat was een triest gebouw, maar vandaag kunnen we gaan kijken, helemaal opgeknapt, et cetera. Dus dat behoort ook tot ons beleid, de monumentale panden. Wat ik wil zeggen is dat het ministerie van OW met zijn staf en de regering inderdaad haar moeite heeft gedaan. En het kan dus wel dat de overheid haar eigen gebouwen kan renoveren, herstellen. De minister geeft verder aan dat er ten aanzien van de monumentale panden een strakker beleid wordt gevoerd. Het huidige beleid om de gebouwen te blijven conserveren moet nu gekoesterd worden. En ik denk dat we dat moeten koesteren. En ook het beleid met betrekking tot monumentale panden hebben we, ik wil niet zeggen verhoogd of verstrengd, maar meer aandacht voor gevraagd, laat maar het zo zeggen. Ook voor de mensen in de binnenstad. En ik weet niet of ik jullie heb gezegd, maar daarvoor ga je ook een speciale uitnodiging krijgen. Het beleid met de verlaten gebouwen in de binnenstad wordt binnenkort ook opgelost. We gaan een startsein geven, omdat we alle overeenkomsten hebben bereikt met de regering, hoe we dat moeten aanpakken. Dus de bewindsman zal zich de komende dagen samen met zijn staf oriënteren op een aantal locaties waar zijn ministerie bezig is met gebouwen en projecten.